Dat we bijvoorbeeld de beelden gaan inladen in brillen, zodat patiënten dan wel in het ziekenhuis, maar misschien zelfs thuis naar een zwangerschap kunnen kijken, als ze dat willen. Dus ik denk wel dat dat soort innovatieve toepassingen gaan gebruikt worden in de toekomst. Vandaag spreek ik Dr. Roushan. Zij is gespecialiseerd in 3D en virtual reality technieken bij het in kaart brengen van de groei van het ongeboren kind. Vandaag een kijkje in iSpace, de beeldvorming van de toekomst. Wij maken tijdens de zwangerschap, tijdens de vroege zwangerschap, verschillende echoscopische onderzoeken. Dat doen we eigenlijk vanaf 6-7 weken al. En nou, iedereen die zelf een kindje heeft of die dat wel eens op tv heeft gezien, weet dat als je bij de verloskundige bent of bij de gynaecoloog, we altijd met 2D-echoscopie kijken, tweedimensionale echoscopie. Dus we zien de baby dan plat op het scherm. En wat wij daaraan hebben toegevoegd is dat wij 3D-echoscopische beeldvorming toepassen in de zwangerschap, vroeg in de zwangerschap. En als extra kijken we dan, maken we dan ook nog eens gebruik van diepte, dat heet virtuele realiteit. En wij staan nu ook in een virtuele ruimte in de iSpace. En hier zien we een zwangerschap van 12 weken. En wij gebruiken die virtuele realiteit om nog beter eigenlijk de zwangerschap te kunnen monitoren. Wat dus de studie, maar ook onze afdeling zo bijzonder maakt, is dat we beschikbaarheid hebben over deze speciale technieken. En het tweede wat ons heel bijzonder maakt is denk ik dat we al zo vroeg in de zwangerschap opnames maken van de zwangerschap en daar onderzoek naar doen, maar ook daar klinisch gebruik van maken. We zien hier dus die 3D-beelden in de iSpace. Wat voor voordelen bieden die 3D-beelden ten opzichte van 2D-beelden? Nou, als je een tweedimensionaal beeld hebt, dan krijg je eigenlijk plat op een structuur. En als dat om een zwangerschap gaat en dus om echoscopie, dan maak je eigenlijk een soort plakjes van de zwangerschap die je met de zwangere, met de zwangere en partner bekijkt. Dus als je het gezichtje wil zien, kan je maar één doorsnede van het gezicht zien. Terwijl voor het menselijk brein, maar ook mensen die helemaal niet gewend zijn om naar die beelden te kijken, het veel fijner is om gewoon, net als hoe wij elkaar kunnen zien, het werkelijke beeld te zien. En dat biedt deze virtuele ruimte. Dus je ziet 1 3D, maar omdat we ook echt diepte kunnen waarnemen, is het mogelijk om structuren zoals het gezicht, zoals de ledematen, maar ook gewoon in dit geval deze 3,5 centimeter grote foetus. In één keer, in één opslag, zie je eigenlijk de armen, de benen, het gezicht. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als je zwanger bent van een normaal kindje, maar dat is ook heel erg waardevol als je juist zwanger bent, ook als er iets aan de hand is met je zwangerschap. Waarom wil je juist vroeg in de zwangerschap kijken en niet op een later moment? Ja, we weten dat die vroege fase is gewoon hartstikke belangrijk. En dat is niet alleen maar vanaf dat je zwanger bent, maar zelfs net voor je zwanger bent, is het al heel belangrijk om heel gezond te leven, al te stoppen met roken. Want we weten alles, er gebeurt zoveel in die eerste weken. Eigenlijk wordt het hele kindje wordt aangelegd, alle organen worden aangelegd. En dat gaat in een rap tempo. Je groeit van een paar millimeter. En als je als embryo klaar bent, als alle organen zijn aangelegd, ben je 3-4 centimeter. Dus dat gaat zo snel, terwijl je nog wel zo klein bent. En het heeft enorme impact, dat weten we. Van wat er rondom die periode gebeurt, bepaalt hoe jij verder gaat groeien als in de zwangerschap, maar ook als kind. En ook het bepaalt zelfs hoe je dus bepaalt zelfs je kansen op latere leeftijd op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. We weten als je klein bent in de zwangerschap, of juist vroeg in de zwangerschap, heb je meer kans op complicaties in die zwangerschap. Ook als kind heb je, of bij de geboorte, maar ook op latere leeftijd heb je meer kans om bepaalde ziektes eerder te krijgen of juist ook überhaupt te krijgen.